Hallo beste kijkers, in dit filmpje gaan we eens kijken naar wat een soort nu eigenlijk is. Heb je twee beesten of planten die erg op elkaar lijken, dan is het natuurlijk nog maar de vraag of ze ook echt tot dezelfde soort behoren. Bijvoorbeeld een Afrikaanse olifant met zijn grote oren en zijn bepaald soort slurf is toch een andere soort dan de Indische olifant met een iets ander kopje en een iets andere slurf en iets andere oren. Het zijn echt twee verschillende soorten, terwijl voor de oppervlakkige beschouwer het erg op elkaar lijkt. Je kan over het algemeen, als je je best doet met een determinatietabel of internet of door een kenner het gewoon te vragen, best erachter komen wat een bepaald organisme voor een soort is. Maar er zijn natuurlijk altijd wel weer tussenvormen en ingewikkeldheden en daarom hebben we ook een definitie van een soort nodig. De definitie van een soort is nooit voor 100% dekkend. Er zijn altijd wel weer tussenvormen enzovoort. Maar we gaan hem eventjes bekijken. Die definitie is dat organismen tot dezelfde soort behoren als ze samen kunnen voortplanten en daar vruchtbare nakomelingen uitkomen. Dat is het belangrijkste om te onthouden. Vruchtbare nakomelingen belangrijk, want zijn de nakomelingen onvruchtbaar, dan heb je zeker twee soorten. Er zijn natuurlijk altijd wel situaties waarbij het wat lastiger is om te kijken. Bijvoorbeeld soorten die af en toe paren met verwante soorten en dan soms nakomelingen krijgen die ook wel of een beetje vruchtbaar zijn. Daarom is de soortdefinitie dus niet voor 100% dekkend. En moet je altijd soms een beetje schipperen en ergens de grens leggen. Er bestaan ook zogenaamde ondersoorten, die zijn herkenbaar uit een bepaald gebied. Bijvoorbeeld de Vlaamse gaai of de gaai, die is in Ierland wat anders dan in Engeland en op het continent weer anders en tot in Japan en in de Atlas in Noord-Afrika zijn er allemaal verschillende net wat andere vormen van en dat noem je dan ondersoorten, dus in een gebied herkenbaar. Veel van die ondersoorten vormen populaties. Een soort kan ook één populatie zijn, dat hoop je dan maar van niet. Want een populatie dat is namelijk een groep van soortgenoten die met elkaar in hetzelfde gebied voorkomen en daar een voortplantingsgemeenschap vormen. Als je dus een soort hebt die bijna is uitgestorven, dan kan het best zijn dat er nog maar één populatie over is. Gelukkig bestaan dus de meeste soorten uit meerdere populaties, want dat verkleint hun kans om uit te sterven uiteraard. Die gebieden die kunnen een beetje geïsoleerd zijn. We hebben het met die ondersoorten al gezien. Die ondersoort is niet per se ook een populatie, dat kunnen er ook meerdere zijn. Maar er is enige isolatie tussen populaties, anders zou je ze niet apart kunnen benoemen. Natuurlijk is er ook immigratie en emigratie tussen populaties van een soort, maar het is toch wel een enigszins afgescheiden groep individuen die dus samen die voortplantingsgemeenschap vormt. Dat was een populatie. Dan hebben we ook nog het begrip rassen. Eigenlijk zijn dat in de natuur kunnen dat kleurvormen zijn. In de praktijk bij mensen zijn dat vaak gekweekte varianten op een soort die onderling prima vruchtbaar zijn, maar er toch best wel heel anders uit kunnen zien door, als mensen het hebben gedaan, kunstmatige selectie. Bijvoorbeeld de Lakenvelder koe en de roodbonte koe. Natuurlijk gewoon dezelfde soort. Als je ze samen laat voortplanten, dan komt er iets interessants uit. Maar blijven natuurlijk koeien die samen een vruchtbare nakomeling kunnen krijgen. Honden is hetzelfde. Het kan natuurlijk technisch heel lastig zijn om een Sint-Bernard en een tekkeltje te kruisen. Maar uiteindelijk is het gewoon dezelfde soort. En al die kleurvormen daarvan zijn gewoon allemaal rassen. En het is ook zelfs nog de vraag of het nou echt een andere soort is dan de wolf. Omdat er bepaalde gebieden zijn waar wolven ook met verwilderde honden weer kruisen. Dus dan zit je alweer aan de grens van de soortdefinitie eigenlijk. In ieder geval zijn die honden allemaal gewoon rassen en kunnen ze onderling allemaal in principe kruisen. Hoewel het grote verschil van sommige rassen het wat moeilijk maakt, maar dan kan je misschien met een paar generaties of kunstmatige inseminatie alsnog je doel bereiken. Nou, dit was over soorten, rassen en ondersoorten. En tot de volgende filmpje maar.